Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is bezig de achterstand voor het uitbetalen van de algemene kinderbijslag in te lopen. Minister Uraiki Tramsaran geeft aan dat de achterstanden dateren uit 2019 en half 2020 en dat die efficiënt zullen worden ingelopen. Ramsaran zei dit voor de aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers. We hebben geprobeerd met de middelen die we bij elkaar hebben kunnen houden om ervoor te zorgen, gezamenlijk met financiën, om alvast een start te maken om de verschillende gebieden die al lang hebben gewacht op hun uitkeringen, dat alvast te doen. Natuurlijk moet ik aangeven dat alle stapgewijs moeten geschieden en we werken er natuurlijk nog steeds aan dat langzaam maar zeker we volledig de inhaalslag hebben gemaakt. Apart daarvan wil ik aangeven dat sowieso AUV, AUSV doorgaat met degene die geen achterstand hebben om verder te gaan, maar zo ook dat wij het ook willen, nogmaals, die inhaal willen maken om ervoor te zorgen dat ieder hun uitkering ontvangt. Maar alleen vraag ik nogmaals wat geduld, omdat nogmaals, we doen het stapvoets, we kijken naar de middelen die we hebben, maar ik geef ook aan dat de uitkering, vooral richting de zwakhuishoudens, de mensen die dat nog niet hebben ontvangen, dat als u recht op heeft, dat u het moet krijgen. Dus dat staat vast. Het ministerie blijft de mensen die steun krijgen stimuleren om zaken digitaal te doen. De bewindsman zegt dat voor personen die wel over een rekening beschikken, de AKB al is overgemaakt. En degene die dat moeten ontvangen, cash. Natuurlijk als we de verschillende gebieden doen toekomen, dat er missers zijn. En die missers kunnen alsnog aanmelden bij de dienst AUSV en Gemeenlandsweg. En dat is dan daar gebeurd vanwege het feit dat we zo snel als mogelijk wilden starten met het uitbetalen. De bekendmaking duidelijk gaan, kan het zijn dat er missers zijn, de mensen die de bekendmakingen hebben gemist. Dat zij nog alsnog dan kunnen aanmelden de Gemeenlandsweg. De meeste gebieden die de uitbetaling krijgen van de Gemeenlandsweg zijn de gebieden rond Paramaribo, de mensen die geen bankrekening hebben, dat we dat dan alsnog cash deden aan de Gemeenlandsweg. Ik moet ook meteen meegeven dat vanaf volgende week, hopelijk met Gods wil, dat onze Financial Inclusion Commissie volledig is ingezet. En zij zijn degene die daarnaartoe werken, dat in de toekomst, natuurlijk duurt het een tijdje, maar dat we daarnaartoe werken dat ieder langzaam maar zeker in aanmerking komt om via het bankaire wezen dan hun uitkeringen te ontvangen. Voor informatie is men terecht bij de afdeling aan de Gemeenelandsweg, waar de uitbetaling voor mensen zonder bankrekening plaatsvindt.